In september stuurden ze al een mailtje. ISIS Geels. Wat wilden ze graag een vraag stellen aan Miralem Soleimani. Ze moest even wachten, maar krijgt vandaag de kans. De kijkersvraag met ISIS Geels. Je gaat straks een vraag stellen aan Soleimani. Waarom ga je aan hem een vraag stellen? Nou, ik ben heel erg fan van hem. En ja, hij is gewoon heel cool, vind ik. Dus ja, dat... Waarom is hij zo cool dan? Nou, ik vind het heel leuk dat hij groene schoenen heeft. Want dat valt wel heel erg op. Dus dat vind ik heel cool. Ja, en daarvoor had hij ook roze schoenen aan. Dat is een beetje meisjesachtig, toch? Ja, mijn vader zei al tegen mij, ja, dat is een meisje en zo. Maar dan zeg ik zo van, dat is juist cool. Maar... Dus dat was wel grappig, ja. Volgens mij, ja, daar loopt hij. Zie je? Met een vest. Hij heeft een hesje aan. Hij is heel snel. Welke vraag ga je straks aan hem stellen? Want hij spreekt alleen maar Engels. Nou, ik zeg hem nu even in Nederlands. Want ik ga stellen van... hou je ook nog van andere sporten behalve voetbal? Dat ga ik vragen aan hem. Maar dat moet dan wel in het Engels. Heb je al geoefend? Ja, in de auto zat hij de hele tijd zo te praten. Dus... Wie vind jij dan een lekker ding? Mm, die zijn allemaal een beetje jong voor mij. Oh ja. Voor de maan niet aan het wachten. Ja. Gaat hij expres nog zo lang door met trainen? Ik weet het niet. Jij bent hier kou aan het leien. Ik heb wel een beetje koud, ja, maar... Hallo. Mickey. Ik ben Isis. Nice to meet you. I like your green shoes. Maar beter pink, hè? Pink one. Je zegt beter dan roze. Ja. Yeah. do you like other sports apart from football? Ja, yeah, of course. I'm a sportman and I like sport and especially I like to play basketball or table tennis. That's it. Oké. Okay. Hij zei dat hij sport erg leuk vindt en dat hij naast voetbal heel erg van basketbal houdt. Oké. Okay. Vind je ook basketbal leuk? Ja, we spelen het wel vaak op school. Ja. Was het een goed antwoord op je vraag? Ja. Ja? Wil jij...